Directeur Ruud Visser van poppodium Gebroeders de Nobel gaat met pensioen. 28 mei is formeel mijn laatste werkdag hier zo. Ik moet zeggen, ik zag ook de advertentie voor mijn opvolger voorbij komen. Het was wel even slikken. Ik wist dat hij eraan kwam, maar... Visser is al lang actief in de Leidse popscene. Eerst bij voorganger LVC, waarvan het uithangbord nog altijd in het kantoor van de popdirecteur hangt. Toen dit overging naar Gebroeders de Nobel, werd hij ook daar directeur. Of hij na zo'n lange tijd het poppodium eigenlijk wel kan missen? Dat zal moeten blijken. Ik heb in ieder geval hier in Leiden 30 jaar lang ontzettende fijne tijd gehad. Dus ik ga Leiden zeker missen. Ik zal het nog wel eens terugkomen, maar ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad. Als je nou één tip aan je opvolger moet geven, wat is die tip dan? Geniet ervan. Want het is een prachtbaan.